Alles wat wij nu bouwen in Ikeri, hadden wij eigenlijk al. En ik weet dat de minister ergens in augustus 2020 hier was. En hij heeft gezegd, waar waren jullie? Aan de Van het Sigastraat in Nieuw-Nikeri komt er een moderne visaanlandingsplaats. Het staatshoofd viel de eer te beurt om zaterdag het projectbord te onthullen. Abbas Norejo, voorzitter van het visserscollectief Nikeri, is ervan overtuigd dat deze faciliteit een enorme boost zal geven aan de economische ontwikkeling in het district. Inderdaad, we staan hier om een lichtpunt, welke er was, om dat punt nog groter te maken. En zoals u allemaal weten, 80% van onze visvangst, visproductie, wordt geëxporteerd. 20% wordt lokaal geconsumeerd. Maar export, als we daarover hebben, is niet meer zo makkelijk. Er komen steeds meer regels, internationaal, waaraan je moet voldoen. En behalve dat jouw visverwerkingshal moet voldoen aan heel wat eisen, qua hygiëne, wil men nu ook weten van waar je vis vandaan komt, hoe je het gevangen hebt, hoe vriendelijk het gevangen is en hoe jouw management systeem van je visserijsector eruit ziet, met oog op duurzaamheid van de sector. Ik wil alvast de vissers feliciteren dat dit initiatief gekomen is, inderdaad, dankzij jullie. We hebben hier gestaan met de camera, met de rekeristi, en we hebben bekendgemaakt van, luister, hier komt niks anders dan een visserijcentrum. En vandaag is de eerste stap, of voor de eerste stap daartoe gezet, en met de president of door de president. En ik hoop, aannemer, binnen hoeveel tijd zijn we klaar? 8 maanden. Oké, dan zitten we ergens rond oktober weer hier. En voor de opening. En ik hoop dat hij die target haalt. En dan de vissers nog blijer kunnen maken. Visrijkdom. Dat mogen we wel gebruiken, ja. We zijn rijk aan vis. Misschien een van de rijkste landen van heel het Caribisch gebied als het gaat om vis. Want al die andere Caribische landen die zijn al uitgedroogd. Als het gaat om visvangst. Wij hebben dat. En we moeten dat duurzaam ontwikkelen. We moeten nagaan wat de regel is. De regels aanpassen om het beter te beschermen. Zorg dragen dat we internationale normen halen met betrekking tot ons visbestand. Maar ook de wijze waarop we management ontwikkelen met betrekking tot duurzaam visbeleid. Die dingen zijn onderworpen aan toetsen van internationale instituten. Anders krijg je vis niet daar. En je ziet hoe kwetsbaar het is. Je ziet hoe kwetsbaar het is. Als je afhankelijk bent van de internationale gemeenschap om jouw producten kwijt te raken. Kijk wat er gebeurd is met KLM. Kijk wat er gebeurd is met KLM. 1 besluit. Geen vracht. Met KLM toestel. Bang. Alles blijft hier zo. Ik heb opdracht gegeven van minister Bibas en TCT. Zo snel mogelijk te onderhandelen. Maar direct gisteren aan de Joint Business Council Suriname-Guyana gevraagd. Kijk hoe jullie het op de markt kunnen inspelen. En breng die producten daar via jullie naar de internationale markt, naar de Caribische regio. Dat is wat je moet doen, om snelle beslissingen te nemen. Met betrokkenheid van alle lokale stakeholders. Dus minister, we gaan door met ons beleid. Maar laat het beleid transparant zijn. Directeur, staf, Abbas, met uw team, veel succes. Je moet een datum prikken wanneer we helemaal gaan komen openen. En dat doen we, zo werken we. Maar terecht, als we niet regelmatig herhalen, DNA-leden, wat we aan het doen zijn, dan vergeet men. Dit moeten jullie doen straks met die begrotingsbehandeling. Alle wapenfeiten. U heeft het boekje 2 jaar regering, Santokki Brunswijk, maak gebruik van alle informaties van projecten en programma's die we uitvoeren. En alle andere uitdagingen, die zullen we ook moeten overbruggen met collectieve inspanning. En nogmaals, Nikeri, gefeliciteerd. God zegen u. God bless you. Thank you.